te zien bent Delft op de Rijksweg A13. Servian Tatton en Henry zitten achter een bestuurder die stelselmatig links blijft plakken. Die heeft alleen wegenbelasting betaald voor rijstrook 1. Kan die naar makkelijk 11.1. Nou, dan zie je er al 5, 6 kilometer, zie je alleen maar links. Nou krijgt hij een ruimte om echt opzij te gaan. Maar opnieuw blijft de bestuurder op de linkerbaan. Ja, hier had hij dit is een heel mooi open gat. Tijd dan ook voor een stopteken. Allebei heb ik snel aan. Ik ben er overal mee bezig, maar hij doet niks. Nou, dan doen we het zo. Ton spreekt de linksrijder aan. Wat bij ons opvalt is dat u daar links zit. De linker rijstrook. Dat haalt u vol tot aan de 80 kilometer zone. En op het moment dat wij een keer een blauw zwaailicht geven van nou, we willen er voorbij, dan blijft hij maar links zitten, de snelheid. Ja, maar ik heb wel zitten kijken, maar ik dacht dat er eigenlijk een of andere zenuwlaaier die daar met zijn knipperlicht onbedingt weer voorbij wil. En ja. Dat doe ik gewoon dan niet als iemand maar gaat provoceren met knipperen. Nee, maar er zit ook blauw zwaailicht tussen. Nou, blauw knipperlicht. Ik zie alleen dit, hoor. Nou, oké, okay, maar goed. Als iemand mij zo als een... Nee, begrijpelijk. Helemaal mee eens. Alleen daar zit ook. Dat pik ik gewoon. Daar zit ook. Ik er toch gewoon extra voor zitten. Moet ik gewoon blijven doen. Ja. Maar op een gegeven moment komen we er toch voorbij en dan zie je die politie stop volgen. Ja, maar wat misdoe ik dan? U blijft links zitten. De wet zegt nog steeds: u moet naar rechts. En als u. Nee, ik kom niet naar rechts. Ik ga die nog een keer wat proberen uit te leggen. 5,3 hectometer in paaltje. Daar zit u links. Maar ik maak zelf uit of ik naar rechts ken en niet u. Want als ik Helder. Het gevaarlijk vind om naar rechts te gaan... Klopt. Nou, en dan ga ik er gaan. Moet het ook gewoon niet doen? Nee, dat hoeft ook niet. Dus maar je mag wel die rijbewijs even geven. Dat u ook een bekeuring moet krijgen dat u mij zit met die koplamp te irriteren. Ja. Mag ik dat ook even in de verklaring zetten? Dat mag je van mij in de verklaring zetten. Maar ik wil even het rijbewijs van u, het kentekenbewijs. Ik ben gewoon een uitlokker. Ik lok het uit. We gaan het even heel simpel doen. 5 rond 18, dat is hoeveel kilometer? 13? De weg zat vol. 13 kilometer lang heeft hij niet één keer de gelegenheid gehad om recht. Ik zag niet. U wilt het niet op beelden terugzien? Nou, ik zag er geen kans voor. Als u wilt het niet. Wilt u hoeft er niet voor mij te beslissen. Wilt u het op beeld terugzien of niet? Nee, want u twijfelt over mijn mening. Als u de bestuurder niet verantwoord vindt om naar rechts te gaan, hoeft u niet voor mij te denken. Want ik neem dat risico niet. Ik probeer u wat uit te leggen, maar u luistert gewoon niet. Je hebt pathos en je hebt logos. En bij een van de drie klopt er iets niet. Klopt. Maar u welke van de drie? Ik zou het bij God niet weten, want die namen die zeggen me allemaal niks meer. Nee, juist daarom. Maar het luisteren bij u is niet aangevonden. Meneer, ik probeer u uit te leggen, maar u luistert niet. Dadelijk, je hebt een man doodgeschoten. Ik schrijf het op, je hebt die vent doodgeschoten. Daar ben je toch uitgeplaatst? We zijn klaar. U mag verder. Als je hier doorgaat, links, klaar. Dan kunt u die wegvervolging. Ik heb een verklaring van u niet. Als je daar niet mee eens bent, maar dat probeer ik uit te leggen, dat wil u niet luisteren. Of wilt u nu wel luisteren? Want nou, dan? Ik wil gewoon dan wel een verklaring die iets uitgebreider. Dan mag u thuis gaan doen. En dat kunt u dan toevoegen aan het bonnetje wat u thuis krijgt van het JJIB. En dat doet u de volledige. Meneer, we zijn klaar en prettig aan verder. Rijdt u voorzichtig, we gaan u even de weg op helpen. En dan kunt u hier linksom kunt u de weg vervolgen. Deze bestuurder kan praten als ethos, pathos, logos of brugman. Maar de bekeuring bedraagt hoe dan ook 180 euro.